In het voormalige raadhuis van Nieuwer-Amstel en in een daarnaast opgetrokken hypermodern pand bevindt zich het gemeentearchief van Amsterdam. De hoofdstad van ons land, die in 1275 van Floris de Vijfde het tolprivilege kreeg, bewaakt het daarop betrekking hebbende stuk met het grafelijke zegel als een kostbaar kleinood. Het is dan ook het oudste archiefstuk van de stad, die op grond hiervan volgend jaar haar 700-jarig bestaan gaat vieren. Meer dan 20 kilometer planklengte staat vol met archiefstukken, waarvan de beschadigde in een eigen atelier gerestaureerd en opnieuw gebonden kunnen worden. Duizenden originele prenten en tekeningen, alsmede oude foto's, zijn opgeborgen in een geklimatiseerd depot. In de trouwregisters vonden we onder meer de huwelijksakte van Rembrandt met Saskia van Uilenburg. Om deze boeken, evenals de veel geraadpleegde doop- en begrafenisregisters, te vrij waren voor slijtage, zijn ze allemaal gereproduceerd op zogenaamde microfiches, die dan met behulp van leesapparatuur kunnen worden ingezien. Het zijn deze moderne hulpmiddelen die een soort zelfbedieningszaak maken van het Amsterdamse gemeentearchief, dat in zijn nieuwe accommodatie steeds meer bezoekers ontvangt.